Hallo allemaal, welkom bij een nieuw video van de Handwerk Duizendpoot. Deze valt in de serie Op avontuur met Handwerk Duizendpoot. En dit keer gaan wij kaarsen maken. En ik begin met het maken van de basis voor een snijkaars. Of in het Engels een carved candle. Kijk me lekker met me mee. Dit is voor mij ook de eerste keer dat ik het ga maken. Dus laten we samen op avontuur gaan. Heel veel kijkplezier. Nou, wat jullie, ik zal kijken of ik hem iets omhoog kan doen. Dat jullie mij ook nog kunnen zien. Nou, wat we hier dus eigenlijk zien is een elektrische aubergine. Die heb ik gekocht bij, volgens mij, Horeca Megastore. Maar dat zal ik wel even onder de video posten. En dit wordt eigenlijk gebruikt om gerechten warm te houden. En dat ga ik gebruiken om snijkaarsen te maken. Het eerste wat ik ga doen is de aubergine vullen met water. Maar ik laat eerst even de andere dingen zien die we nodig hebben. Dit zijn de mallen die ik uit Oekraïne heb laten komen om een snijkaars te maken. Dit is een kleine en dit is een iets grotere. Ik vind het ook wel een beetje spannend hoor. Ik heb echt geen idee wat ik erbij voor moet gaan stellen. Dan hebben we een temperatuurmetertje. Speciaal ook voor kaarsen. Hartstikke handig. Ik ga het lont gebruiken wat bij de mallen zat van de snijkaarsen. Daar heb ik ook nog hele nette stokjes bij gekregen. Dankjewel. En uiteraard de was. Ik gebruik extra transparante was van eigen licht. Heel brok. Denk ik dat we alles gaan gebruiken. En ik ga dat doen in een 1/3 horecabak van Folk, van het merk Folk. Nou, volgens mij was dat het wel, anders komen we er vanzelf wel op. Ik ga eerst de aubergine vullen. Er staat heel mooi aan de binnenkant, ja dat kunnen jullie niet zien, een streepje met minimaal. Ik zal ook kijken of er een streepje maximaal is, maar niet. Ik had al een emmertje water klaargezet. Dus dat gaan we er nou eens even voorzichtig in doen. We kunnen gelijk kijken of die water dicht is. Nou, er gaat er wel een heel 5 liter emmertje in. En dan zit hij op iets meer dan minimaal. Eens kijken wat er gebeurt als ik hem erin haal. Oprecht. Gaat hij drijven? Lachen. Maar ik denk dat ik hem nog even wat meer vul. Dus ik ga nog even een emmertje halen. Tot zo. Daar ben ik weer met emmertje 2. Ik denk niet dat hij er helemaal in gaat. Ja, het valt nu natuurlijk nog niet mee, want er zit niks in. Dus het gaat natuurlijk allemaal lekker drijven. Nou, dat ik het tweede emmertje er helemaal in doe. Dan kijken we wel even wat er gaat gebeuren. Nou, mijn elektrische aubergine heeft 10 standen, maar ik weet niet hoe heet elke stand is. Dus ik ga gewoon beginnen op de helft. Eens even kijken. Ik zal hem eens op 5 zetten. Zo. Ik kan hem een beetje gaan opwarmen. Lampje brandt, dus dan gaan we de goede kant op, want ik moet een smeltpunt bereiken van 60 graden. Dat heb ik even nagekeken op de website. Tussen de 58 en de 60 graden voor de extra transparante was. Alleen, de volgende vraag is, hoeveel was hebben we nou eigenlijk nodig om deze twee mallen te gaan vullen? En om het lont voor te bereiden. Want dan kan je niet zo droog erin doen, dan moet je eerst in de was dopen en afnemen. Ik ga dat eventjes nakijken, want er was een formule voor. Alleen die ben ik vergeten.
Ja, nou, ik heb het gevonden. Op Devi's Do It Yourself, daar komen ook wat spulletjes vandaan. Het magische getal is 0,84. Wat je doet, is het aantal milliliters eerst even kijken. En dan keer 0,84 doen. En dan weet je hoeveel gram wax je nodig hebt. Dus wat ik ga doen nu, is dat ik even de mallen ga vullen met water. Dat ik even ongeveer weet hoeveel milliliter erin gaat. En dan kom ik even terug. Zo, daar ben ik weer. Het is 350 milliliter, alleen de inhoud van de kaarsen. Ik maak er 400 milliliter van, omdat ik ook het lont wil voorbereiden. Dus dat is dan, even kijken, 400 milliliter keer 0,84 is, zou ik 336 gram nodig hebben. Dan maken we er denk ik maar 350 van. Ik denk wat ruik ik, maar dat is mijn aubergine. Zoals ik kijk, een beetje water is inmiddels. Even mijn temperatuurtje. ...22,2, dus we zijn nog even onderweg. Even zien, 336, dus ik ga dan voor 340. Ik denk dat ik dat maar doe. Oké, dan ga ik even de weegschaal halen. Wat ik dus net heb gedaan, is die mallen heb ik even gevuld met water. Zoals je ziet zit er een gaatje aan de onderkant voor het lont. Dus heb ik even mijn vinger opgehouden onder de kraan, tot ze vol zijn. In de maatbeker, zie, oeps, er komt nog wat uit. Hetzelfde met deze, vullen met water in de maatbeker en dan kan je het aflezen. Ik ga ze nu even droog maken. Kijk, het lukt. Hij is er doorheen. Kan je hem even een beetje... Zo. In ieder geval droog genoeg. Dat is altijd. En nummer 2 gaat altijd een stuk makkelijker dan nummer 1. Ik vind het wel heel spannend hoor. Hopla. Die is ook klaar. Die gaat ook weer op zijn dingetje. Tik. Klik er gewoon op. Hop hop. Dan hebben we hier gewoon een keukenweegschaal. Deze is van de IKEA. Ideaal. 340 gram van dit dan. Nou, dit zou al veel te veel zijn. Zo'n brok. Ja, dat is 2,5 kilo. Daar was ik eigenlijk al een beetje bang voor. Nou, dan ga ik proberen dit in vieren te gaan snijden. Hou mijn hart vast. Ga ik even in de keuken doen. Dus ik zie je zo. Ik dacht, ik doe het even met een broodmes. Zou ik niet doen. Mijn advies is, pak een zaag uit de schuur. Dan krijg je het wel in brokken gezaagd. Ik heb nu een stuk van 320 gram. En een stuk van 315 gram. Moet nog een stukje bij. Dat is altijd natuurlijk. Nou, dan moet ik één stuk nog een keer even doen mee te zagen. Yay. Ik zal eerst even kijken hoe het gaat met mijn temperatuurtje. Van het water. Ja, hij blijft op 33 steken. Zal ik hem nou eens op 7 zetten? Kijk wat er dan gebeurt. Om nog even te zagen. Hoef je niet meer naar de sportschool hoor. Heb je beweging weer gehad. Het gaat wel steeds sneller. Moet je eens kijken. Dus daar ben ik blij mee. Ik zal eens kijken op hoeveel gram we nou zitten. Ja, maar het is ook een kwestie van de aubergine leren kennen. Mag ik eindelijk even iets hebben hier op het... Even kijken, dan heb ik natuurlijk nog wat schaafsel van het zagen. Dat doe ik er ook even bij. Maar dat vind ik zonde. Je ziet het, ik heb gewoon een broodplaat gebruikt. Het is ook maar wassen jongens. Even kijken, want dan denk ik dat die plank nu gewoon bovenop kan leggen. Dan blijft die
Dus je moet iets zwaars erbovenop leggen. Nou is het gewoon even een kwestie van wachten tot de was is gesmolten, tot je het goede temperatuur hebt bereikt. Dus ik denk dat ik nog wel wat aan de knoppen ga draaien. En dan zie ik jullie weer als het is gesmolten. Dan kunnen we lekker verder naar de volgende stap. Zin in! Nou, na een uurtje een beetje aangemodderd te hebben, gaan we toch even iets anders doen. Want de was die smelt nog niet echt. Ik denk dat de elektrische aubergine net iets aan de lage kant is. Ik doe iets nog niet helemaal goed. Wat ik nu ga doen is dat ik de was even in een oud steelpannetje heb gedaan. En dan ga ik hem gewoon even op het fornuis smelten. Tot ik de juiste temperatuur heb. Nou, daar gaan we weer. Zo, daar zijn we weer terug. Inmiddels is het gesmolten. De was. Ik heb het voor elkaar bij een hele ochtend over gedaan. Maar dan heb je ook al wat. Ik wil het eigenlijk even aan jullie laten zien. Als de camera nou ook een beetje meewerkt. Zo. Ho, niet vallen. Hopla. Kijk. Mooi hè. Het is wel een hele mooie was hoor. Echt super transparant. Super mooi. Nou, wat we nou eigenlijk als eerste gaan doen, voordat we echt gaan vullen, is het lont voorbereiden. Nou, ik gebruik het lont wat ik bij de mallen heb gekregen. Ga ik natuurlijk even kijken hoeveel lont ik nodig heb. Nou, laat me wel even flink stuk erbuiten, want als de kaars zijn gegoten, dan moet ik nog meer gaan doen om er een snijkaars van te maken. Dus ik zou zeggen, ik heb dit wel nodig. Zo, dat keer 2. Hopsa. Even een schaar bij. Hops. En dan gaan we dit lont eerst even in de was stoppen. Dat noemen ze het, in het Engels is het soaken. En in het Nederlands is het dopen. Het lont erin laten trekken eigenlijk. Ik ga eventjes ook dat op het staartje. Zo, weet je, ik doe het er gewoon lekker helemaal in. Ik krijg ook lekker was van op je vingers. Dus ik vind het ook niet vervelend, moet ik zeggen. Nou, doe ik hem even met de thermometer opvissen. Want nu komt het. Zo. Je moet natuurlijk de overtollige was of paraffine eraf halen. Pak je gewoon een stukje karton. Dit is van een doos is dit. Dat doe je dus. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Dan doe je hem er dus, haal je hem er doorheen. Wel boven je pannetje blijven. En dan te veel aan was trek je er eigenlijk zo uit. En daarnaast zorg ik dat je lont netjes is. Zie je het druppen? Zo, dat is dat. Als ik ook nog kijk wat erachter is gebleven. Best nog wel wat. Die zet ik even opzij. Ja, en dan moet het lont eigenlijk een beetje laten. Ik voel dat het heel even laten drogen, maar dat gaat eigenlijk heel snel. De bel, natuurlijk. Hop, doe het even zo. Tot zo. Dat waren de boodschappen. Even vergeten. Maar we zijn er weer. Kijken hoe het hiermee gaat. Oeps. Nou, moest kijken. Hartstikke goed. Heel stijf geworden. Nou, die gaan we dan even netjes. Dan gaan we kijken. Het is ook wel. Ik snap waarom ze het doen. Want het is nu ook niet meer zo'n wiebelig. Kijk, zo was het en zo wordt hij. Top joh. Want ja, als je goed kijkt, er zit een gaatje. En dan moet natuurlijk dat lont erheen. Dan kan je mooi hier. Oh ja, je moet natuurlijk wel even zo laten zien, dan zien jullie het nog niet. Dan kan ik hem hier ergens omheen wikkelen. Zo, ik denk dat dat wel voldoende is. Zo. Dan pak ik even een andere schaar. Kijk.
hier. Kijk, knippen we die er even af. Zo nog een beetje overlaten. Zo. Hoppa. Kunnen we die neerzetten. Zo. Deel 2. Die is natuurlijk op de grond gevallen. Dan doen we hier hetzelfde. Hè. Wat ik dus heb gedaan is, ik heb hem hier vanaf onder doorgestoken. Dat vind ik toch het makkelijkste. Dan voer ik hem door. Dan laat ik, ja, wat zal het zijn, 15 centimeter boven de bovenkant nog over. Zo. Hebben we nog een stukje over voor de volgende keer. Dan doe ik het lont wat overblijft even om een stokje heen draaien. Totdat ik denk, nou, dat zit goed genoeg. En nou is het natuurlijk een truc dat hij een beetje in het midden zit. Ja, en dat valt natuurlijk niet mee om dat goed te krijgen. Zo. Dan moet hij een beetje in het midden. Zo. Ik zal even de camera, want volgens mij zien jullie er echt helemaal niks van. Kijk, dan kan je het beter zien. Anders zie je nog niks. Dan doe ik het bij die andere ook nog even, want ik heb volgens mij 2 stokjes erbij gekregen. Ik wikkel het dus eigenlijk om het houtje heen. Dat hij dus mooi in het midden komt, zie je. Dan kan je het ook goed zien hoe ik het eromheen heb gewikkeld. Netjes in het midden. Nou, voordat ik wil nu gaan gieten, maar jullie zien het. Het begint weer te stollen, dus ik ga het even gauw een beetje opwarmen. Tadaa! En nou wordt het een kwestie van gieten. Ik heb ze wel op een plankje staan. Nou, daar gaan we hoor. Oeh. Doe nog een beetje over, doe ik het even hierin. Oeh. Komt ook wel wat onderuit gelopen. Oh jee, dat gaat niet goed. Oeh. Nou ja. Gelukkig heb ik het dus op een plankje staan. Och jee. Deze loopt echt leeg. Oeh. Nou, dat was dus nog niet zo'n heel groot succes. Het liep er aan de onderkant weer net zo hard uit. Want er zit natuurlijk een gaatje. En ik denk dat lont dekt het wel af. Maar dus mooi niet. De volgende keer doe ik hier gewoon een plakkertje overheen. Dan houdt het kaarsvet wel tegen. Zoals je ziet is die dus ook een beetje, ja, een beetje ondiep geworden. Dus ik ga nu gewoon voor de tweede keer gieten. Deze valt nog mee. Deze is echt helemaal leeg gelopen. Oeps. Nou, mijn stokje gaat er vandoor. Die wikkel ik er wel weer in. Kijk, er zit echt bijna niks in. Oeps. Eerst mijn stokje even oprapen. Stokkie. Die er weer door. Hop. Het voordeel is nu wel, wat ik wel goed heb gedaan, is dat het lont in het midden zit. Kijk, ik zal je ook even de schaat laten zien. Dit heb ik van het plankje afgehaald en uit mijn water van mijn aubainmarie. En dan ga ik nu gewoon opnieuw smelten en dan gaan we het gewoon nog een keertje proberen. De aanhouden wind, zullen we maar zeggen. Dus ik ga weer even naar binnen. Naar het fornuis, weer smelten, zie ik jou zo weer terug. Nou, ik heb al die brokken weer tot een egaal wasje weten te smelten. Kijk even of ik het zo kan laten zien. Nee. Nou ja, geloof me even op mijn woord. Zie, weer mooi helder. Nou, wat we dan eerst gaan doen voordat we daar weer mee verder gaan. Dat heb ik ze ook op YouTube zien doen. Ik zal nog eens even een link sturen. Of een link onder deze video zetten. Waar ik mijn inspiratie en mijn kennis vandaan heb. Want hoe meer ziel, hoe meer vreugde. Dus we delen het gewoon. Dat je dus eerst even gaatjes moet prikken. Of
even kijken of er geen dingen in zitten. Nou, dat is bij deze niet. Die andere, dat is natuurlijk, kijk. Ik ging even kijken of er nog luchtbellen in zaten. Nou, die zitten hier niet in, gelukkig. Hier zie ik in de bodem wel een luchtbel. Ik denk niet dat ik het zo goed kan laten zien. Die moet ik eigenlijk even kapot prikken. Alleen, daar is dit dingetje net even iets te klein voor. Of iets te kort. Dus we gaan het gewoon eens even met een ouderwetse vork proberen. Met de achterkant van de vork. Even hakken. Oh ja, dat is wel even nodig, zie ik. Wat je dan eigenlijk doet is bij de luchtbel eruit haalt. Want dat was natuurlijk één drama, dat ding. Nou, het lijkt nou beter uit te zien. Alleen dan moet zorgen dat mijn lont weer netjes in het midden zit. Dat is wel belangrijk. Dat is later belangrijk voor het branden van de kaars. Want ja, we hebben er zoveel moeite in gestopt. We willen natuurlijk ook dat hij goed brandt. Het voordeel is, ik hoef hem nou niet aan de onderkant te tapen, want er zit al was. Oké. Daar gaan we weer. Ik zal even de camera in positie brengen, dat jullie het ook kunnen zien. Kijk, weer een mooi tafeltje. Nou, daar gaan we weer, deel 2. Ik heb ook een lonthouder. Komt nou goed van pas. Want het, als ik het stokje erin laat zitten, nou, dan wordt één klieter zo. Daar moet ik nog een beetje was smelten. Want die, helaas, die moet nog even een stukje. Ga ik dit even voorzichtig verplaatsen. Ik weet ook niet of het heel verstandig is voor mij, maar goed. Dat was dus niet verstandig. Oeh, shit. Nee. Dat is natuurlijk vraag om moeilijkheden. Die staat veilig. Want ik moet hier even een beetje aan hakken. En dan weet ik zeker dat het goed komt. Misschien dat ik hem toch even beter aan kan doen. Dat die onderste laag een beetje gaat smelten, dat ik het dan makkelijker uit krijg. Nou, inmiddels is de extra doorzichtige paraffine gestold in de mallen. En we gaan nu ze proberen uit de mallen te halen. Dat wordt natuurlijk wel heel spannend, dus duimen dat het goed gaat. Nou, die hebben we niet meer nodig, die hebben we ook niet meer nodig. Nou, laten we met het kleintje beginnen. En de paraffine die we eraf brokkeld en over hebben, die gaan we natuurlijk weer terug in het pannetje. Kunnen we weer mooi gebruiken voor de volgende keer. Kijk, zo ziet de onderkant eruit. Die ga ik nu loshalen. De bodem er eerst af. Oeh, het springt alle kanten uit. Mijn benen gevangen. Ja, nou gaan we het krijgen. Nou, dat is al makkelijk. Dat had ik niet verwacht. Dus zodra je die onderkant eraf hebt, ik duw even hierop en hij vliegt er zo uit. Nou, dat is echt fijn. Nou, daar hebben we hier aan de onderkant een lontje en aan de bovenkant. Deze bewaren we natuurlijk. Oh, dat ziet er wel echt heel mooi uit, zeg. Jee, goeie mal. En de onderkant van het lontje, die knippen we even af. Hopsa. Nou, ik vind het echt wel heel gaaf, hoor. Jee, ik zal het nog even een beetje netjes maken. Er komen nu natuurlijk toch nog een laagje of 20 overheen. Dus ik denk dat je er echt niks meer van gaat zien. Maar ja, we willen het natuurlijk een beetje zo netjes mogelijk. Moest kijken.
echt heel gaaf. Moest kijken hoe scherp die randen zijn. Dat wordt wel echt heel mooi. Moest kijken. Mooi, hè? Zo kan je het ook mooi zien. En een ster. Bovenkant. Mooi, hè? Zijn echt fantastische mallen. Nou. Die leggen we neer. Nou, mal is verder ook aardig schoon. Nou, hoef er niks aan te doen. De buitenkant misschien een beetje, maar... Nee, top. Goeie mal. Want ze zeggen ook wel eens van deze nog in de vriezer moet leggen, maar dat is echt niet nodig. Ging echt heel goed. Kijk, ik zal het ook nog even laten zien. Het ziet er goed uit, hè? Yo. Maak de bodem natuurlijk er weer af. Zo, blij mee. Nou, kijk of deze ook zo wil. Gewoon blijven proberen en opeens schiet hij los. Zie? Eens kijken hoe die eruit komt. Nou, fantastisch. Die mallen zijn echt heel goed, hè? Zo, een beetje overtollig kaarsvet eraf. Moet eens kijken. Helemaal. Oké, aan de buitenkant nog een beetje viezig, maar dan haal ik het wel af. Hopla. Doe die er weer op. Zo. Moest kijken, hoe mooi. Hele scherpe randen, dat vind ik wel op bij deze mal. Super scherpe randen, echt heel mooi. Ik kan de volgende keer het kaarsvet heel mooi overheen. Kijk. Hele mooie afdruk aan de voorkant. Cool. Nou, doe ik hier het lont er weer afknippen. Zo. Dat komt allemaal goed. En dan zal ik hem hier, dan op de voorkant, nog wel even wat netter proberen te maken. En ik denk dat je er weinig meer van gaat zien. Omdat we... Dit is eigenlijk de kern van de kaars. En dan gaan we nog zeker 20 lagen overheen doen. Dus die rond, die hele scherpe randen, die worden zachter. En dan gaan we het ook heel mooi snijden. Daar heb ik ook heel veel zin in om te doen. Maar ja, de basis is er. Dus dat zijn ze. Cool, hè? Kijk. Dan nog even zo naast elkaar houden. Oh, moink. Nou, het gaat goed, gelukkig. Gaaf, hè? Ik vind het echt heel gaaf, dit, hoor. Heel gaaf. Nou, top. Nou, dit was deel 1 van het maken van snijkaarsen met de handwerk Duizendpoot. Het was ook mijn eerste keer, dus ik vond het best wel spannend allemaal of het wel ging lukken. En ja, zoals je ziet gaat het bij mij ook niet vanzelf. We hebben het een en ander geleerd, dat wil zeggen... Een van de belangrijkste lessen is, als je het lont er doorheen hebt getrokken, doe even een plakbandje, want anders loop je mal leeg. Nou, dat was echt inderdaad één groot drama. Ook hebben we geleerd, doe het dus in verschillende stappen. Want vooral om het lont heb je zo'n sinkhol, zo'n dalletje, wat toch gevuld moet worden. Dus hou altijd een beetje kaarsvet bij de hand. Wat hebben we nog meer geleerd? Nou, als ik nog meer geleerd heb, dat ik even niet meer kan terughalen, dan verschijnt dat even hier zo naast mij. Dus dan hou ik even wijselijk mijn mond. Wat hebben we nog meer geleerd? Top. Okidoo. Nou, we hebben dus echt wat een en ander geleerd. Ik vond het heel leuk om dit op te nemen, zodat jij ook mee kan genieten. Dit was deel 1, dus er komt zeker ook een vervolgdeel. Dan gaan we deze kern van extra transparante paraffine gaan we dompelen in verschillende kleuren kaarsvet.
En daarna ga ik het snijden in de meest echt fantastische vormen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Maar daar moet ik gewoon even meer tijd voor hebben en even lekker voor gaan zitten. Vond je dit nou een leuk video? Geef me een duimpje. Vond je het helemaal niks? Laat het me ook gerust weten. Heb je nog een tip of een top? Is ook altijd welkom. En dan zie ik jou de volgende keer. En wil jij een seintje krijgen wanneer dat is? Abonneer je dan ook even op mijn kanaal. Graag tot de volgende keer. Houdoe!